Wanneer gaat D66, nu eindelijk zijn coalitiepartners is houden, aan het regeerakkoord? Wanneer komt de dag dat u zegt tot hier en niet verder? En niet weer met een of ander vaag verhaal na de zomer en we waren er bijna. Ik weet niet welk stuk u heeft gelezen, maar we waren er nog lang niet. De heer De Groot. Ja, voorzitter, de heer Klaver neemt de fileberichten erbij. Maar wat ik jammer vind, is dat op het moment, we gaan het hier over een landbouwakkoord hebben. Dat is een inhoudelijk debat. Maar dan komt de heer Klaver en dan weet je eigenlijk van tevoren alweer wat het verhaal zal zijn. Het kabinet moet opstappen, het kabinet functioneert niet. Ja, laten we gewoon een inhoudelijk debat voeren. Dat doen we met collega Bromet altijd wel. Maar als de heer Klaver komt, dan is eigenlijk de eerste vraag, wanneer gaat dit kabinet iets doen? Nou, dat blijkt dan helemaal niet te kloppen. Dan komen er wat details bij. Ik vind het eigenlijk wel zonde. De heer Klaver. En wat is het antwoord op mijn vraag? Ja, voorzitter, ik zie de heer Klaver hier constant een hele grote broek aantrekken. Echt een hele grote morele broek. Van het moet allemaal anders. En in de Kamer zijn we ook aan dezelfde kant. Hè. We zijn het eens. Die natuur moet beter, het water moet beter. Er gebeurt wel degelijk wat, zeg ik erbij. Maar als ik nou kijk in de provincie, waar GroenLinks dan, waar je ook allemaal zaken van het slot moet krijgen in de uitvoering. En als ik dan kijk waar GroenLinks mee akkoord gaan, ja, dan slaat toch een beetje de schrik mee om het hart. Dan lees ik teksten, voorzitter, als de ecologische autoriteit is richtinggevend, niet leidend. Voorzitter, GroenLinks, hè? GroenLinks, ecologische autoriteit, kunnen we naast ons neerleggen. Dat is wat er staat. De beroemde discussie over 2035. Dus, ja, voorzitter, de heer Klaver neemt hier een enorme grote broek. Maar in de provincies loopt het dun door de broek. Nou. Wat is het antwoord op mijn vraag? Ik heb een vraag gesteld en de heer De Groot, ik weet niet, die heeft van alles bedacht, in het begin van alles verwijt, ik ben niet per se van onder de indruk, maar ik wil gewoon een antwoord op mijn vraag. Ja, voorzitter, die heb ik beantwoord. Ga aan de slag in de provincie en hou je gewoon eens aan de wet. En wees eens een keer net zo stoer als u hier bent, als u in de provincie bent. Ga gewoon aan de slag, u staat zelf daar aan de knoppen. Veel succes. De heer Klaver. Voorzitter, dit is geen antwoord op mijn vraag. Ik heb hier... Eén, die provincies houden zich aan de wet, want het staat 2035 in de wet. Dus als we graag willen dat dat 2030 wordt, dan moet de wet hier worden aangepast. Dan weet je wat mooi is? Dat staat in het coalitieakkoord. Ik stelde u één vraag en het zou u sieren als ik daar gewoon een antwoord op krijg. Wanneer gaat u uw coalitiepartijen, de andere coalitiepartijen eraan houden, aan de afspraken die zijn gemaakt in het regeerakkoord? Dat is de concrete vraag en ik ga ervan uit dat dit niet allemaal interrupties zijn. Nou, het zijn wel interrupties, meneer Klaver. Dit hoort ook bij het debat. De heer De Groot. Ja, voorzitter, het wordt nu echt vermakelijk. Het wordt nu echt vermakelijk. Want de heer Klaver doet een retorisch trucje. Namelijk, de provincies... De heer Klaver praat er omheen. Zal ik het even afmaken? De heer De Groot is aan het woord. De heer Klaver doet een retorisch trucje. Van we houden ons aan de wet. En in de wet staat inderdaad 2035. En dan vraagt hij D66 of we ons aan het coalitieakkoord houden. Terwijl, voorzitter, die provincies op 10 juni 2022 een opgave hebben gekregen uit te werken door partijen als GroenLinks die het nu naar zich neerleggen over een reductieopgave per provincie. Dat is de opgave die gebaseerd is op het coalitieakkoord. Daar houden wij de coalitie aan, de regering aan. Maar dat zou echt GroenLinks sieren als ze niet meegaan in die spelletjes en gewoon aan de leiband van BBB of weet ik veel wat lopen in de provincie. Echt zonde. Voorzitter, Klaver. Ik krijg geen antwoord op mijn vraag. Ik stel gewoon een hele simpele vraag en meneer De Groot die begint hier om zich heen te meppen op een wijze van, waar ben je mee bezig, joh? Dit is precies wat ik schetste. Dit is de modus operandi van de heer De Groot. Ruzie maken met Jan en alle man, maar op een normale vraag geen antwoord geven. En dat antwoord gaat er ook niet komen, hè? Want hij gaat zijn coalitiepartners helemaal niet eraan houden dat die deadline voor 2030 wel moet blijven. Dat die afspraken die zijn gemaakt in het regeerakkoord, dat laat hij allemaal passeren, want hij wil een kabinet in het zadel houden. Maar vervolgens wel ons allemaal de maat nemen. U doet maar, meneer De Groot. Maar ik stel u een vraag. Ik krijg geen antwoord en dat is heel veel betekenend. U laat zich gijzelen door het CDA. Daarom komen we geen stap verder. Dit land loopt vast en u blijft maar roeptoeteren wat u wil. We komen er geen steek verder mee. Wel, de heer De Groot. Ik heb niet echt een vraag gehoord, maar nogmaals, want ik hoor alleen een conclusie. En dan komt de heer Klaver weer terug. Ik denk dat het een mooi natuurlijk moment is om even... Voorzitter, ja. Dit is echt... Weet je, ik hou van het politieke debat, maar dit is cabaret.